Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 10 juli. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik had net eventjes een momentje. Ik kreeg een melding te zien van een foto. En dat is dus de laatste foto geweest die met mijn opa gemaakt is toen hij nog in leven was. En die kwam toch wel even binnen. Want ondanks dat ik wist dat die dag eraan zat te komen, dacht ik van, oh ja, hè, chips. Ik had eigenlijk vorige week maandag, ja, zondag op maandag, had ik al heel erg het gevoel van, oh, wat stemt het me eigenlijk allemaal somber. Het is deze maand 1 jaar geleden dat ik opa voor het laatst zag. Hij zou deze maand, als hij niet overleden was, 90 zijn geworden. Het zijn nu allemaal van die dingen, dan komt alles terug en dan komt alles weer even extra hard binnen. Ik weet ook, vorig jaar rond deze tijd waren we ook heel erg afwachtende, hè, dat we elke keer een update kregen van, oh, vandaag gaat het zo en zo. Nee, dan ging het beter. De volgende dag was het weer omgeslagen. Ja, zijn we allemaal dingetjes waar je dan toch weer een beetje mee bezig bent. Maar ja, ik vind het gewoon vreemd dat het alweer 1 jaar geleden is dat ik hem dan toch gezien heb. En ja, dat ik dan toch denk van, wat zonde dat het niet meer goed gekomen is. Maar ja, daar komen we ook wel weer doorheen. Maar het is gewoon nu eventjes lastig. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van. En daarna heb ik een Stedenrijkstraat arm teruggekeken. Die was inderdaad wel heftig. Mijn moeder had hem al gezien, die zei het al. Nu heb ik dat ook helemaal uitgekeken. Dus was inderdaad wel even heftig. Ik heb ook nog een stukje van de voetbalwedstrijd gezien. En Spanje is door. Dus die zijn sowieso in de finale zondag. En dan moeten we vanavond maar afwachten. Wordt het Oranje of wordt het Engeland? Nou, toen heb ik lekker nog een spelletje gedaan en mijn vlog in elkaar gezet. Of afgemaakt eigenlijk, want het grootste gedeelte was natuurlijk al klaar. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen heb ik mijn serie gekeken op Netflix. Helaas vanavond de laatste aflevering, vind ik jammer. En toen ben ik CSI gaan kijken en toen naar bed te gaan. Heb ik een nieuw boek gestart, maar ik weet nog niet zo goed of dat ik dit heel erg leuk vind. Want ik vind het allemaal erg rommelig. Het is allemaal erg druk geschreven. Dus ik moet even kijken of mijn hoofd dit aan kan met verder lezen. Of dat ik liever denk, oh, toch even een rustiger boek. Dus dat moet ik eventjes afwachten. Ik heb 2 pakketjes, die ga ik jullie eventjes laten zien. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik de manden, ik heb van die manden, of bakken heb ik staan in mijn tv-kast. En die heb ik helemaal schoongemaakt. Dus daar ga ik jullie dan eventjes bij meenemen. Dus dat is wel leuk. Het grappige is, ik kwam toen ik dat heb gedaan, want ik had dat, kwam ik dus ook dat spel tegen van die Monkey Ball voor de Wii. Dus die zat daar ook nog in. Dus dat was wel grappig. Goed, ik ga de pakketjes laten zien en dan kunnen jullie kijken naar het schoonmaken van de bakken. Ik heb eerst even een pakketje van het Kruidvat. Het is niet heel spannend hoor, maar je had afgelopen zaterdag had je korting op lipproducten. Er zat dus nog wat bij wat ik wel eens wilde proberen, maar ik vind het dan vaak gewoon heel erg duur om het zo even aan te schaffen. En nu heb ik er wat van gekocht, maar ik moest dus, ik had wel gratis verzending, maar je moet dan minimaal voor 15 euro hebben. Ik weet dus nu niet wat het kost, want er zit geen briefje bij. Ik heb allereerst van L'Oreal zo'n eentje. Eventjes de pad sprayen, want anders gaat hij even likken. Dat is zo'n eentje, dat is zo'n liquid lipstick. Die zijn echt super, super fijn altijd en ik was hier wel nieuwsgierig naar. Ik heb hem in 245 French Kiss, dus een rode. Het is dus gewoon met zo'n applicator. Ik zal wel even de naam van hoe die precies heet in beeld neerzetten, want het staat er niet op en ik weet het zo even niet uit mijn hoofd. Dus dat is die. En ik heb ook deze van Maybelline. Dat is een Super Stay Final Ink. Daar heb ik deze van gekocht. Er staat hier een kleur op. 50, Wicked. Dus die waren nu met 60% korting. En dat vond ik best wel veel schelen. Maar omdat ik dus nog gratis verzending, of dat knof een verzending moest hebben, heb ik nog zo'n mini vaseline gekocht. Die was ook met 60% korting. Dan heb ik er gewoon eentje voor in mijn stash. Stop ik er eentje in mijn tas. Dus helemaal prima. En vaseline is momenteel toch echt mijn grote vriend. Dus ik kijk eens eventjes naar mijn arm. Hier zat dus elke keer zo'n eczeemplek. En die is weg door de vaseline. Dan heb ik een pakketje van Bol. En dat zijn stempels. Die worden heel leuk. De doos vind ik alleen niet zo leuk. Want hoe krijg ik dit op een normale manier open? Niet. Normaal zit er altijd zo'n scheurdingetje. Nou even niet.
Nou ja, de doos mag ook wel kapot, want die kan toch weg. Maar... Hop, open. Nou, ja. Ik heb deze leuke stempelset gekocht van Jill. Dit zijn clear stamps van Jill. Ik zal de link wel eventjes hiervan in de beschrijving zetten. Dit is een Jill Original stempelset. Jill kun je misschien kennen. Zij had vroeger op Zeppelin had ze zo'n programma. Dat heette ook Jill. En dan ging ze knutselen en tekenen. Zij kan dat echt super goed. En ondanks dat het een programma was voor kinderen, vond ik het heel erg leuk om naar te kijken. Ik heb het ooit eens een keertje gezien. Toen lag ik een keer ziek op de bank. En ik was gewoon een beetje aan het zappen op de tv. Want ik was niet ziek genoeg om in mijn bed te gaan. En toen dacht ik, oh, dit is best leuk. Toen heb ik dat best wel een tijd gezien. Inmiddels is zij niet meer op tv. Maar goed, ze heeft dus een eigen stempelblok serie gemaakt. Er zitten dus ook weer gewoon hele leuke stempels in. Er zit een acrylblok bij. En dus 3 velletjes met stempels. Echt super leuk. Misschien vinden jullie het leuk om hier een losse video over te zien. Laat het dan maar eventjes weten. Want ik kreeg ook al de vraag of ik al eens een keer een losse video had gemaakt over de stempelset van Creachic. Dat heb ik nooit gedaan. Maar zou je denken, ik zou het toch wel erg leuk vinden als je daar ook nog een losse video van op zou willen nemen. Laat het maar gewoon even weten in de reacties. Want soms weet ik ook niet wat jullie heel erg leuk vinden om te zien. Maar goed, dat is deze stempelset. En ja, misschien is het leuk om hier dus een losse video van te maken. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Er zitten echt hele leuke stempeltjes bij. Dus acrylblok is 6 bij 10 centimeter. Dus dat waren even de pakketjes. Ik ga opruimen en dan ga ik aan de poets. En dan gaan jullie kijken naar het schoonmaken van de bak. Dus dat is de planning. Ik heb hier deze bakken, maar die waren heel stoffig en ook de inhoud. Dus ik ga ze er even allemaal uithalen. Dan ga ik ze even helemaal schoonmaken. De spullen die erin zitten en ook even goed uitzuigen, zodat ze weer lekker fris zijn. Want het zijn altijd van die klusjes die erbij inschieten, maar dat ga ik nu dus eventjes doen. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb een was aanstaan, die is nog niet klaar. En ik heb lekker de woonkamer weer helemaal klaar, lekker gedweld en alles schoon. Dus dat is wel lekker. Toen heb ik even een verhaaltje geschreven voor mijn bullet journal. Dus heb ik ook weer afgestrept gelijk in mijn boekje wat ik nog moest schrijven. Dus dat is ook wel fijn. Even wat plaatjes bij uitgeknipt die ik daarvoor wil gebruiken.
het oude papier verzameld. Dus eigenlijk is alles wel weer ja, goed zo. Dus dat is allemaal wel lekker. Ja, gisteravond hadden we natuurlijk best wel heftig weer. Want vanaf 6 uur zou hier die code gelden. Maar het begon wel heel donker te worden. De lucht was echt wel donker. En ik dacht echt, nou kom er nou maar uit. Want het was buiten ook vies benauwd. Maar er gebeurde maar niks en het duurde lang. Ik dacht, dat wordt natuurlijk weer zo'n buitje van niks. Maar nou, uiteindelijk rond 8 uur begon het licht te regenen. En toen echt later begon het ook wel flink te onweren en zo. Toen was Muis ook wel echt bang. Het heeft wel even goed geregend. Het is straks ook nog even geregend, maar nu is het zonnetje er weer. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Straks nog even dan die was verwerken, maar die is denk ik voorlopig nog niet klaar. Ik heb het ook helemaal warm. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En dan is het vanavond tijd voor Nederland-Engeland natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik vind het ook wel spannend. Maar ja, ik hoop natuurlijk gewoon heel erg dat Nederland naar de finale gaat. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zou gewoon super tof zijn. Dus ja, ik hoop het. Dus ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. Ik ga sowieso misschien nog wel even een spelletje doen. En dan ga ik de vlog inplannen. Even zorgen dat het nu allemaal goed gaat. Dat hij niet weer te laat is. Mijn blogpost schrijven. Laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. En daarna zie je zijn. Dan ga ik wel weer mijn boek lezen. Maar ik moet eens even kijken of ik die verder wil lezen. Of dat ik het echt leuk vind. En anders dan begin ik gewoon weer wat anders. Zo makkelijk zijn we ook. Dus dat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want nu ga ik eventjes lekker in de relax-modus. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 11 juli. Ik ben klaargemaakt. Mijn coach is laat vandaag. Dus het kon zijn dat ze nog eerder kwam. Maar dan hoor ik dat wel. Gisteren. De wedstrijd. Nederland-Engeland. Het is voorbij. Oh, ik vind het zo jammer. Nederland die kwam eigenlijk vrij snel op voorsprong. Op een gegeven moment gebeurt er wat en de scheidsrechter die beslist dat Engeland een penalty krijgt, die had hij niet hoeven geven. Het mag, maar het was niet verplicht om die penalty te geven, want het ging niet bewust. Het was een ongelukje. Die speler ging af op de bal. Ja, nee. Dus ja, dan sta je 1-1. Dat weten ze eigenlijk heel lang vol te houden. En echt, terwijl de laatste minuut wegtikt van de extra tijd, scoort Engeland nog een keer. Terwijl Nederland zo dichtbij was. En dan voelde ik zo, ik baalde zo. Want ik dacht, oh, dit is zo jammer. Ik wilde zo graag ook naar die finale kijken. Dat je waarschijnlijk van Spanje niet gewonnen had. Dat snap ik ook wel. En op zich, derde op een EK is ook niet heel slecht als land zijnde. Maar ik had zo graag die finale mee willen maken. Want ik heb het nog nooit meegemaakt natuurlijk. Dus dat vond ik echt wel super jammer. Er waren er ook echt wel wat dingen waarvan ik dacht van nou ja, ben ik het ook niet helemaal mee eens. Weet je, dan in de laatste seconde dan wordt Brobbey nog even in het veld gegooid. Dan denk ik van die jongen die had er veel eerder in gemoeten, want het is gewoon een goede speler. Maar het is geen jongen die binnen 20 seconden er nog eentje in knalt. Die moet altijd wel even acclimatiseren op zo'n veld voor mijn gevoel. Die moet wel eventjes inkomen. En als hij er eenmaal in zit, dan gaat hij als een malle, is mijn ervaring bij Ajax. Maar ja, het mocht helaas niet meer baten. Dus ja, super jammer. En ik hoop nu dat Spanje wint. Ja, dat heb ik wel besloten. Nou ja, ik heb nog wel even een spelletje gedaan. Ik heb verder wel gewoon, ik weet er alles van gekeken. En mijn blogpost geschreven ging eigenlijk allemaal goed. Mijn vlog is ingepland. Duurt nu wel wat langer, omdat de controles wat langer duren. Maar dat geeft niet. Ik heb het gewoon nu helemaal volbracht en dat ging goed. En hij is nu gelukkig gewoon op tijd online gekomen. En met vlogs duurt het iets langer als met normale video's. Maar dat is gewoon iets waar ik rekening mee moet houden. Toen ben ik de laatste aflevering gaan kijken van mijn Netflix-serie. Ja. Heel bijzonder. Ik ben wel op zich wel blij dat er een seizoen 2 komt. Want ik zie echt nog wel mogelijkheden met deze serie om het verder uit te breiden. Dus ja, dat is wel fijn. En toen heb ik nog even CSI gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb wel mijn boek verder gelezen. Ik ga hem wel gewoon uitlezen. Maar doordat de schrijfstijl heel snel achter elkaar is, wordt het best wel druk geschreven. En ik had Nathalie nog even een paar boeken gemaild. Die was ook wat meer aan het lezen. En ik had daar bijvoorbeeld ook dat boek van Manuele Inusa gemaild over de theewinkel. Omdat zij heel erg fan is van thee, dacht ik, misschien vind je dat ook wel leuk. Nou, ik hoor vanzelf wel dat ze het wat vindt als ze daarin begint. Ja, ik ga zo gewoon even stofzuigen. Ik ga
ga vast mijn strijkwas naar beneden halen voor morgen. Dan haal ik even de boodschappentas op. Nog eens even een pyjama shirt voor vanavond en schoenen. En dan staat alles gewoon klaar. En dan zie ik het wel of mijn coach eerder is. En dan nemen jullie gewoon weer eventjes gezellig mee straks met boodschappen doen. Dat is voor nu de planning. Ik merk nu dat ik iets meer buikpijn heb. Dus ik snap het ook niet helemaal, want er zou ook weer bloedverlies komen na dag 6, 7. Ik heb nergens last van, aan de ene kant gelukkig, maar ik vraag me dan ook af, is dat wel goed? Dus ik wil het volgende week wel eventjes navragen als ze bellen. Maar goed, ik ga even wat doen en dan neem ik jullie straks dus gezellig mee naar de winkel. Ik ben thuis van de boodschappen, maar ik ben een beetje gaar, want ik heb nu niet kunnen rusten vanmiddag. En ik merk gelijk dat ik wat vermoeid ben. Maar goed, ik laat even de boodschappen zien. Ik heb broccoli. Boontjes. Even de spuit erbij pakken, want de tijger komt alweer. Toetjes. Patat. En aardappeltjes. Ik heb hier nog deze jurk meegenomen. Die vond ik wel leuk. En dit leuke hemdje, die was nu met korting. Twee pakken met spekjes nog een die waren er nu. Kattenvoer, zacht. Schnitzels. Brokjes. Beschuit. Hamlapjes en speklapjes heb ik vast meegenomen, want die waren nu in korting. Slavinken, boter, even een conditioner en frikandellen. En dat was het. Dus dat ga ik nu eventjes opruimen. En dan ga ik eventjes mijn kip opzetten. Dan ga ik lekker even douchen. En dan daarna... vanavond kijk ik. Ik weet er alles van. Daarna heb je Hoe is het nu met van de BNB Vol Liefde. Dat vind ik wel leuk. Ik ga mijn foto's bewerken. En daarna een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik weet nog niet welke, dus dat moet ik eventjes kijken. En dan ga ik... ga ik dan doen? CSI kijken. En dan ga ik nog even lekker lezen. Dan ga ik slapen. Maar ik ben nu al wel aardig moe. Ik heb vanmiddag ook nog wel even het een en ander gedaan. Omdat mijn coach vrij laat was. Dus nou ja, dat komt wel weer goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want bij mij is de energie nu echt op. En ik merk gewoon dat ik echt heel vermoeid ben. Dus ja, ik ga eventjes lekker in de relax modus. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 12 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen van de Jet Bubblegum Fun collectie. Die komt volgende week. Nee. Die komt deze maand ergens online. Ik weet zo even uit mijn hoofd niet. De datum, dat heb ik allemaal opgeschreven. Maar in mijn hoofd is dat nu eventjes niet zo. Maar goed. Volgens mij komt die dinsdag over een week online. Dat duurt nog even. Jullie zien hem vanzelf verschijnen. Ging allemaal wel goed, dus ik heb alles net lekker opgeruimd. En het is een regenachtige dag. Ik moest even een vuilniszak naar de kliko brengen en ik werd al zeker nat. Maar goed, maakt niet uit, hoort erbij. Ik vind het wel gezellig, ik vind het wel even lekker zo'n regenachtig dagje. Gisteravond heb ik gekeken naar Ik weet er alles van en daarna de BNB Vol Liefde, hoe is het nu met? Ik vond het op zich wel leuk, alleen ik had op een gegeven moment, en dat ligt bij mij, het is leuk om te zien dat die mensen dan uiteindelijk toch de liefde hebben gevonden, maar sommigen zijn dan zo klef en steeds
kussen en aan elkaar zitten. En ik word daar een beetje onpasselijk van. Ik kan daar niet zo goed tegen. En gewoon, weet je wel, het was bij sommigen ook gewoon echt continu. En dan denk ik van, maar oké, leuk om te zien dat jullie verliefd zijn, maar doe dit maar even in je eigen tijd. En ik hou daar van niemand van als mensen dat doen. Niet in mijn bijzijn. Doe dat maar lekker in je eigen tijd. Maar goed, het was op zich wel leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moest even één nieuwe maken, want die vind ik toch niet mooi geworden. Dus dat zal ik straks ook eerst even doen in het licht. Dan is dat klaar. Dan kan ik die nog bewerken. En dan kan die ook in de blogpost. Ik heb een nieuwe serie uitgezocht. En het is een keer geen miniserie. Maar ik zat er wel direct lekker in. Deze serie heet namelijk, ik zoek hem eventjes op. Hier zijn tv-programma's die... Pedaco de Mim. Ik spreek het vast verkeerd uit, want ik ben niet zo goed in die talen uitspreken. Maar die heb ik aangezet en het zag er op zich wel heel leuk uit. Ik zat er gelijk wel lekker in. Ik vond het ook jammer dat het alweer afgelopen was. Dus ik heb er op zich wel zin in. Het zijn een aflevering of 17. Normaal gesproken kijk ik de laatste tijd ook wel vaak veel series die een afleveringetje of 8 hebben, maar... Het is prima, weet je. Het was wel leuk. Nou, toen heb ik nog even lekker CSI gekeken. En daar gingen we met zo'n cliffhanger uit. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Gelukkig staat het volgende seizoen er gewoon op. Dus ik kan zondag direct doorkijken. Maar het was zo gigantisch spannend. En toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik even mijn boek gelezen. Maar ik was zo gigantisch moe. Ik liet het gisteren al een beetje doorschemeren natuurlijk. Gistermiddag heb ik ook niet kunnen rusten omdat mijn coach vrij laat was. Dan kom ik thuis, dan moet ik ook gelijk, dan is het 5:30 of zo. Nou, dan wil ik ook gewoon douchen en eten en alles. Dus ja, dan ben ik gewoon op. En veel prikkels in de winkels, het was druk. Ook wel ja, redelijk veel mensen. En ja, die tijd ga je nu toch in, want het is vakantietijd, dat snap ik. En daar moet je gewoon even doorheen, maar bij mij komt dat gewoon even... wat harder binnen. Maar dat komt wel weer goed. Ik heb heerlijk doorgeslapen nu. Ik werd gewoon wakker. En toen was het ook wel weer goed. Ik ga zo even strijken. En ik heb niet zo heel veel gelukkig. Ik kreeg de vorige keer een keer een reactie van... wat vouw jij je bedden goed rommelig op? Ik wil daar toch even over zeggen. Ik vind het fijn om mijn bedden goed te strijken. Het ligt netter op mijn bed. Ondanks dat het er misschien uitziet dat ik het heel rommelig opvouw, komt het echt strak uit de kast. Dus je ziet daarna, daar zie je niks meer van. Dus ik vind ook, iedereen doet dit op zijn eigen manier. En dat is ook helemaal prima. Sommige mensen die kiezen ervoor om het niet te strijken. Dat is ook helemaal prima. Ik vind het zelf een fijne gevoel. Ik deed het al echt jaren. Toen heb ik het ook een tijd niet gedaan. Maar ik merkte toch dat ik het gewoon netter vond. Het is gewoon meer voor mijn eigen gemoedsdoening. Want niemand ziet het. Maar ik vind het zelf gewoon fijn als ik naar mijn bed kijk. En de beddengoed ligt er strak op. Dus nou ja, nogmaals. Ondanks dat het lijkt dat het er misschien heel rommelig uitziet. Het komt echt strak uit mijn kast. En ik denk, ja. Dit is gewoon mijn manier en ik vind beddengoed opvouwen sowieso gewoon een beetje een kring, want je hebt zo'n grote lap. Ik heb Lizimo, dus dat is al groter. Maar ik vind het fijn zo. Dus dat ga ik doen. Ik ga jullie meenemen en dan ga ik eerst even stofzuigen en een muziekje aanzetten en dan gaan we maar eens eventjes wat doen. Thank you.
Zo, ook weer gelukt. De strijk is klaar. Dus ik heb alles boven staan, behalve mijn strijkbout. Die laat ik beneden afkoelen, want die wil ik niet boven neerzetten, omdat ik er dan geen zicht op heb. En vooral niet als die nog warm is. Die laat ik lekker beneden afkoelen. Dan doe ik hem morgen gewoon naar boven. Maar het ging eigenlijk allemaal wel vlot. Dus wel beter dat ik het niet meer zoveel laat oplopen. En ik heb weer een haartje in die lip los. Dus dat was allemaal ook wel goed. Maar nu ben ik het ook wel zat. Nu ben ik ook wel weer de energie een beetje op. Dus ik ga zo wel eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen en lekker eten. Vanavond kijk ik. Ik weet er alles van. Naast de finale van het perfecte plaatje. Want die hadden ze verplaatst. Dus in verband met het voetbal van woensdag. Dus ik ben wel benieuwd wie er gaat winnen. Ik ga nog wel even een spelletje doen. En dan ga ik mijn video in elkaar zetten. Blogpost schrijven. Dat moet ik wel eerst zo even doen. Die foto's nog doen. Dat ga ik eerst even doen. Dan is dat klaar. En dan ga ik lekker verder met die Netflix-serie. Want ik ben natuurlijk nu wel benieuwd hoe dat verder gaat. En dan ga ik weer verder met Scott en Bailey. Is ook wel weer leuk. Dus en verder. Ja, dan ga ik lekker naar bed. Ga ik weer even verder in mijn boek. Hoop dat nu weer wat verder kom. Ik begin nu wel leuker te vinden. Ik was echt een beetje in tweestrijd van, ja, wil ik het doorlezen? Maar ik ga het toch wel gewoon doorlezen. En ja, ik denk gewoon dat het even inkomen is. Ik heb het wel vaker gehad met boeken. Dan begon ik eraan, dacht ik, vind het helemaal niet zo leuk. En dan uiteindelijk ging ik doorlezen. En dan was het uiteindelijk toch wel heel erg leuk. Dus ik wil het gewoon nog wel een kans geven. En dan ga ik lekker ook alweer slapen. Ik ga nu eventjes die foto doen. En dan ga ik even lekker relaxen. Lekker met de katjes op de bank. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want verder is er toch niet zo heel veel meer wat ik te melden heb. Dus bij deze zal ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 13 juli. Ik ben klaargemaakt. En het is een keertje droog. Het heeft gisteravond echt nog wel flink geregend. En het was straks ook nog wel een beetje aan het regenen. Maar het is nu inmiddels droog. Ik had gisteravond echt een mega naaktslak. Ik had een foto gemaakt. Die had ik in de groepsapp verstuurd. Want mijn moeder die heeft echt zo'n naaktslag gekregen. Kijk. Die zat dus gisteravond voor mijn deur. Nou ja, toen ik weer opkwam was die wel verdwenen. Hij is zelf wel weggelopen. Hij was ook best wel snel, want hij bewoog zich ook gisteravond een beetje. En ik denk, oh, je bent best wel snel voor een slak. Ik hoopte alleen dat hij niet naar binnen zou komen. Want ze kunnen zich dus heel klein maken en heel dun. Waardoor ze dus ook door gaatjes kunnen komen. En mijn moeder die heeft dus een plaag gehad. Dus ik hoopte maar niet dat hij naar binnen zou komen. Want dan krijg je van die vieze slakkensporen. Maar het is voor zover ik weet niet gebeurd. Want ik heb niks gevonden. Dus ik denk dat hij gewoon zelf weggekropen is. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken. En daarna de finale van het perfecte plaatje op reis. Degene waarvan ik hoopte die zou winnen, die heeft ook wel gewonnen. Dus dat was op zich ook wel prima. Ik vind het toch altijd ietsjes anders op reis. Omdat het, ik vind het in Nederland toch altijd ietsjes leuker. Maar goed, dus dat eigenlijk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. En heb ik mijn thumbnail gemaakt. Mijn blogpost geschreven. Ik heb Nathalie nog aan wat boeken kunnen helpen. Dus dat was ook fijn. En toen ben ik verder gegaan met mijn Netflix-serie. Echt super spannend. Echt wel, ja, je blijft elke keer, als het allemaal afgelopen is, blijf je wel met een vraag achter waardoor je echt wel weer door wil kijken. En daarna heb ik Scott en Bailey gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. En toen ben ik gaan slapen. Ging wat moeizaam, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Ik kon gelukkig deze grote vriend net even uitdrukken, want die begon ik heel erg te irriteren. Het ziet er nu nog heel groot uit, maar ik hoop dat die, dat het vandaag of morgen beter. Ik denk eerder morgen dan vandaag, maar ja, het was wel eventjes, was ook wel even pijnlijk, maar het is gelukt. Ik heb een pakket, die ga ik jullie laten zien. En daarna ga ik even de kwast wassen. Ik ga het weer eventjes met mijn elektrische wasser doen. Niet alle kwasten kunnen daarin, omdat sommige die hebben een ronde afloop aan de bovenkant. Dat kan niet in de houder. Maar vooral, ik merk ook dat de foundation kwasten en de concealer kwast niet zo heel makkelijk schoon gaat. Dus ik hoop dat die nu even weer wat schoner worden in mijn elektrische schoonmaker. En dan de overige moet ik even met de hand doen, die niet erin passen. Ik denk dat ik even mijn blog en YouTube boek verder ga. Dus dat is eigenlijk even de planning. Maar ik zal eerst even dat pakket erbij pakken om te laten zien. Ik heb een pakket van Lidl.
En hij is best wel zwaar, dus ik kan niet zo makkelijk tillen. Dus ik ga even de doos openmaken. Het staat ook niet echt heel erg makkelijk op hoe dat moet. Ik had al een tijdje verteld dat ik graag een blender wilde. Want ik ben bijvoorbeeld echt heel erg dol op frappuccino's en milkshake. En die kun je dus heel makkelijk thuis maken als je een blender hebt. Ik had deze gezien al een tijdje geleden. Maar ik had elke keer nog de hoop dat die misschien in de winkel kwam. Ik weet bijvoorbeeld dat Action heeft ook goedkope blenders. Maar ik vond deze gewoon heel mooi omdat die roze was. Ik zal eventjes hem open snijden. Dan kunnen we hem ook even uitpakken. Hij is dus van het merk Silvercrest en ik had hem al een tijdje dus gezien op internet, maar het is nog niet besteld omdat ik dus de hoop had dat hij nog in de winkel zou komen. Je had hem in 3 kleuren, pastel, blauw, zwart en de roze. Maar toen zag ik op een gegeven moment dat ook die zwarte was al een tijdje weg, maar nu zag ik ook dat die roze, die blauwe uitverkocht was. En toen dacht ik, nou misschien moet ik dan nu toch maar een bestellen, want de kans dat hij dan nog komt, die is niet zo heel groot. We hebben hier een boekje met de beschrijving. Dan hebben we hier de deksel, ook niet heel onbelangrijk. Dan hebben we hier de kom. Hij is wel van glas, maar hij is best wel groot. Er kan best wel veel in. En dan hebben we hier... met op zit stuk. En hier gaat hij dan natuurlijk op. Dus dan, ik weet niet, kun je dit dan vastdraaien? Oh ja, je draait hem vast. Hij is echt best wel groot. En dan doe je de dop erop. Volgens mij zit hier, nee, dat is geen plastic, lijkt me zo. En dan doe je de dop erop en dan kan je hem blenden. Dus hij is echt wel heel erg mooi. Maar wel iets groter dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat hij kleiner zou zijn, maar dat geeft niet. En dan kun je er gewoon mee blenden. Dus dan ga ik er binnenkort lekker een frappuccino mee maken. Want ik ben er wel heel blij mee. Er kan ook echt wel veel in. Ik zal het boekje er even bij houden, zodat ik ook even weet van hoe dat allemaal werkt natuurlijk. Dat is wel handig. En dan ga ik binnenkort in de vlog frappuccino maken. Ik zal hem zo nog even goed laten zien als ik hem op de plank heb neergezet. Ik heb alleen de basis hier neergezet en het opzetstuk heb ik in de kast gezet. Want hij is best wel wat groter en hij is ook iets zwaarder dan verwacht. Ik ben bang dat die plank anders doorbuigt met dat glas erop en dan is het niet kapot. Maar dan heb ik hem hier gewoon zo gezet en dat staat leuk. Dit kan allemaal ook nog wat opgeschoven worden. Ik heb hier altijd mijn doekjes zo staan, dus die kunnen er nog bij. Dus eigenlijk wel prima zo. Dus dan doe ik het gewoon zo en als ik hem dan ga gebruiken dan pak ik die... dat glas gewoon uit de kast. En op zich is dat ook wel lekker, want dan plakt het niet zo aan. Dus blij mee.
Deze ijsthee had ik gratis gekregen bij Lidl. En die is echt onwijs lekker. Het is lemon, maar er zit wel een sparkling in. Dus daar moet je van houden. Maar ik vind hem wel echt heel erg lekker. Zo, weer klaar. Dat haar zit weer aan mijn bril. Maar ik had een hele goede ontwikkeling. En die wilde ik toch eventjes delen. Ik heb jullie natuurlijk de laatste tijd heel vaak verteld over mijn afvoer. Dat dat allemaal niet doorliep. Dat het water zo lang bleef staan. En eigenlijk sinds afgelopen week gaat het beter. Misschien dat die das die toch geholpen heeft. Het water loopt weer sneller weg. Het is nog niet zo dat als ik er water in doe, dat het vooral als wat meer water is, dat het gelijk weg is. Maar het is nu zeker veel sneller weg als eerst. Want eerst als ik er s'avonds mijn airfryer na het afwassen in leeg deed, nou dan stond het vaak tot de volgende dag, dan was die leeg. En nu is die echt soms binnen 10 minuten toch wel weg. Dus er zit verbetering in. Het is nog niet helemaal wat het moet wezen. En dan zou ik er nog een keer met Iveer doorheen kunnen gaan, zodat het misschien helemaal weer lekker doorloopt. Maar ik ben wel heel blij met deze vooruitgang, dat het nu toch wat beter gaat. Ook met het water van die kwasten was nu ook in no time weg. Dus het gaat de goede kant op. Dus ik wacht ook nog even met de woningbouw inschakelen. Want misschien als het nu uiteindelijk nog opgelost wordt, dan zou het natuurlijk top zijn. Maar dat moet ik eventjes afwachten. Maar het gaat in ieder geval een stuk beter. Ik heb lekker dus mijn kwasten schoon. Ging wel goed ook weer met de elektrische. Zoals ik al zei, niet alle kwasten passen erin. Die moet ik dan even met de hand doen. En ik merk zoals de foundation en concealer kwasten, die zijn toch nog wel een dingetje. Nou, ik heb even mijn blog en YouTube-boek bijgewerkt, dus dat was ook lekker. En nou, even wat dingetjes opgeruimd en nou is het allemaal goed. Ik heb even mijn shawl naar beneden gepakt. Die had ik al heel lang. Kijk, dat is deze. Die shawl voetenvel, want ik heb zo last weer van mijn voeten. Dat laatste, dat eelt verwijderen, heeft niet echt geholpen. Dus dan wil ik dat vanavond even proberen of dat beter gaat, want het is gewoon echt heel erg vervelend. Dus dat ga ik sowieso eventjes doen. Verder ga ik gewoon even wat terugkijken. Dus ik heb nog één oh wat een jaar staan, een zomeruitzending. Misschien dat ik die wel eventjes ga terugkijken. En verder rest ga ik eigenlijk gewoon lekker even een spelletje doen. Disney Dreamlight, terwijl ik hoop dat ik die quest afkrijg. Dan ga ik even lekker mijn blog of YouTube. Dan ga ik mijn vlog voor zover mogelijk het lukt in elkaar zetten. Nog even wat op de computer doen. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En ik ga vanavond iets nieuws kijken. Dat heb ik opgenomen op NPO 3. Dan kan ik eventjes kijken hoe dat heet. Dat was een tijdje geleden erop. Maar vaak omdat er op zaterdag de laatste tijd best wel leuke televisie was. Toen dacht ik, dan neem ik het op. Dan kijk ik het later terug. Dus ik ga heel even kijken. Ik weet niet of het leuk is hoor. Dat moet ik ook nog zien. Dat heet Blue Lights. Dus ik denk dat ik dat eventjes ga kijken. En daarna ga ik lekker naar bed mijn boek lezen en lekker slapen. Ik ga nu verder niks meer doen, eventjes lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want ja, verder is er eigenlijk niet veel interessants meer. Dus bij deze zou ik in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 14 juli. Ik ben hier samen met Muis. Tijger is daar. En Mickey zit op tafel. Ik heb het koud. Het is niet warm. Ik weet niet hoeveel graden het is. Ik zal even checken. Maar er waait een windje en die voel ik nu hier in huis. Het is 21 graden, maar het is licht bewolkt. Ja, ik zit nu nog eventjes lekker. Maar ik ga straks even lekker stofzuigen in de groenteafhaling. Ik probeer boven nog even wat te doen. Dan ga ik gewoon foto's maken. Dus verder ook niet een hele spannende planning. Gisteravond heb ik gekeken naar Oh Wat Een Jaar. Dat was een zomereditie. Die is toen al geweest. Maar die heb ik toen gemist. Omdat ik toen een barbecue had. Maar die was wel echt super leuk. Ik heb er heel erg om moeten lachen. Dus dat was wel echt heel vermakelijk. Dus daar heb ik lekker naar gekeken. Daarna heb ik dus lekker Disney Dreamlight Valley gedaan. Dat was ook weer leuk. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. En heb ik een persbericht klaargezet. Van Essentie staat inmiddels online. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En toen ben ik later dus even wat informatie over deze serie gaan opzoeken. En er schijnt dus ook wel een seizoen 2 te komen. En heel veel mensen zijn er nu helemaal enthousiast over. Zo grappig dat ik hem nu toevallig kijk. Er zijn ook echt mensen die hebben in 2 dagen uitgekeken. Nou, dat vind ik dan. Maar ik kan dat ook niet een hele avond één serie kijken. Dus ik vind het leuker om het te verdelen. En daarna heb ik Blue Lights gekeken. En dat is dus ook een
draait ook om een politiekorps in Engeland. Op zich wel heel spannend hoor. Er gebeurden wel wat spannende dingen. Dat ik dacht, ah, het is wel een goede serie. Dus daarna ben ik lekker naar bed gegaan om het boek te lezen. Dus ja, eigenlijk verder een prima avond. Ik zal straks gewoon eventjes de foto's kunnen laten zien. Verder ook niet zo heel erg veel bijzonders. Dus dan ga ik nu gewoon even stofzuigen en de groenten en zo afhalen. Dan kan ik gewoon nog even wat dingen doen. Dus dat is voor nu de planning. Tijd voor de fotospullen. Ik heb hier de False Lash Mascara van de Mickey Collectie. Extreme Volume in Girl van Essence. Dan heb ik hier een skin tint van B. Van Hema is dat. En dan heb ik hier een Coral Light Blush en Highlighter palette van Catrice. Dus hier ga ik nu mooi eventjes de foto's van maken. Zo, ik heb alles weer even netjes opgeruimd. En ik had boven ook even wat make-up gepakt die ik weer gewoon in mijn standaard stash moet doen. Omdat bijvoorbeeld mijn bronzer is bijna op. Dus heb ik weer even alvast een nieuwe gepakt. Mascara, nou dat soort dingetjes. En foto's maken ging eigenlijk ook wel lekker. Ik heb alles al geïmporteerd. Ik was nog even op de computer een beetje bezig, maar toen moesten de katten eten. En ik heb boven ook nog wel even het een en het ander kunnen doen. Dus op zich ging het wel lekker. Maar nu ga ik ook eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Dus ja, verder op zich eigenlijk wel een lekker dagje. Nu schijnt de zon weer, maar door die wind maakt het het fris. Morgen schijnt het weer een wat warmere dag te worden, dus moeten we maar eventjes zien. Vanavond ga ik denk ik nog wel terugkijken, maar ik zit er ook over na te denken om de finale van het EK te kijken tegen Engeland, tegen Spanje. En hoop dat Spanje wint. Ik wil sowieso nog even verder met Dreamlight Valley van Disney. Foto's ga ik bewerken. Misschien nog wat even wat aan de thumbnail doen. Die video hoeft pas volgende week online, maar soms is het allemaal net wat krap zat. Dus alles wat ik al kan doen, kan ik al doen. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie weer kijken. En dan ga ik verder met CSI. Dat eindigde natuurlijk heel spannend. Dus ik ben heel erg benieuwd om daarmee verder te gaan. Hoe dat nu verder gaat, dus daar heb ik ook wel zin in. Dan ga ik naar bed mijn boek lezen. En dan ga ik ook weer lekker slapen. Dus ja, vandaag was op zich wel een beetje, ja, gewoon een beetje relaxed dagje. Ook niet heel erg veel bijzonders, maar meestal op zondag niet. Dus eigenlijk is de zondag altijd wel gewoon rustig. Door de week vind ik het altijd wel lekker om echt veel bezig te zijn. En niet dat ik op zondag echt stil ga zitten. Ik heb nu ook gewoon mijn dingen gedaan, mijn groenten afgehaald en zo. Maar het was wel lekker om niet al te druk te zijn. Ook wel even lekker wat computerklusjes af te maken. Goed, ik ga nu in de relax mode. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 15 juli. Ik ben klaargemaakt. Laat ik even vooropstellen dat ik het gevoel heb dat ik gisteren onder een steen heb geleefd. Ik zag ineens, echt eind van de middag, zag ik een melding van X dat er een aanslag was op Trump. In eerste instantie dacht ik, is het nou echt nieuws of is het fake nieuws? Nou, dat bleek dus echt te zijn. Nou, toen heb ik ook op een gegeven moment even het nieuws aangezet. Nou, daar was het natuurlijk volop in en allemaal beelden erbij. En toen dacht ik, maar wat gek dat ik geen melding heb gehad. Want het was dus van zaterdag op zondagnacht al gebeurd. Bij ons was het toen nacht om 1 uur. Maar ik heb dus geen melding gehad. Dus zodoende wist ik het gewoon overdag nog niet. En lees ik het gisteren einde van de middag. Nou, dan zie je ook best wel eigenlijk hoe ernstig het was. Je zag ook foto's van hoe rakelings die kogel eigenlijk langs zijn hoofd is gegaan. Hij heeft het oor heeft hij geschramd, dus daar had hij wel bloed. Maar verder was hij wel oké, want ze hebben hem naar beneden gehaald. En toen de kust veilig was, toen kwam hij naar boven met zijn vuist in de lucht en zo. Maar wat heeft die beveiliging gefaald, hè? Er zijn omstanders geweest, hij gaf dus daar een toespraak. En er zijn dus omstanders geweest die hebben gezegd, maar er ligt daar iemand op dat dak. Klopt dat wel? Waarom staat hij nog op dat podium? En de beveiliging heeft dat gewoon gemist. Er lagen ook scherpschutters op dat dak. Maar die lagen dus aan de andere kant. En ja, die jongen die het heeft gedaan, die heeft dus een schuurtje gevonden waar die op is gaan liggen. Ja, dat is natuurlijk ook wel het nadeel. Hè? In Amerika met legale wapenbezit, je kan gewoon als burger een wapen kopen. En ja, je kan schieten. Dus ja, dat is natuurlijk best wel een ding. En vooral omdat het natuurlijk de zoveelste aanslag is op een president. Of ex-president in dit geval. Nou ja, een paar hebben het wel overleefd. Er zijn er ook een paar aan overleden.
Ja, als hij zijn hoofd iets anders had gedraaid, dan weet ik niet of hij het na had kunnen vertellen. Dus ik vond het best wel heftig. En dan zie je natuurlijk ook wel dat het Amerika is. En dat zo'n dader, die wordt natuurlijk gelijk neergeschoten. Ja, is ook overleden. Uiteindelijk is er ook nog een ander slachtoffer gevallen. Ook overleden en twee gewonden. Dus ik denk dat daar nog wel het laatste woord nog niet over gesproken is qua beveiliging. En dat er nog wel koppen gaan rollen. Want het was best wel heftig. Ik heb gisteravond eventjes Meester Frank Visser teruggekeken. Ja, op zich. Ja, meestal. Dit was nog wel een zaak waar die je nog niet zo snel eerder had gezien. Ging ook wel weer over geluidsoverlast, maar toch wel in een ander iets, zeg maar. Toen heb ik de finale aangezet van het EK. Spanje heeft gewonnen, daar was ik wel blij mee, want ik hoopte ook gewoon heel erg op Spanje, omdat ik gewoon nog steeds vond dat Nederland op die plek van Engeland had moeten staan. Maar goed, dat terzijde, daar is wel meer gedoe over geweest. Volgens mij mocht die scheidsrechter inmiddels ook geen wedstrijd meer fluiten voor het EK of zo, want eigenlijk in verband met die strafschop, ik weet het allemaal niet. Maar gelukkig won Spanje het EK, dus dat was mooi. Ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn oranje, het was eigenlijk een matte nagellak en dat vind ik. Ja, ik weet niet. Ik heb soms tijden, vind ik het leuk. Het is een kleurtje uit een Sense of Simplicity lijn. Het is de C02 Orange Obsession. En die is dus mat normaal. En ik heb daar een topcoat overheen gedaan van Rock Out van MTV Emma. Zitten dus ook hele kleine. Kun je die zien, die sterretjes? In, maar die hebben mijn nagels niet gehaald. Dus ze zijn gewoon, er zit gewoon een glansje op. Dus prima. Hij was ook glow in the dark. Dat glow in the dark effect, dat werkt inmiddels niet meer. Want hij is oud. Deze had trouwens de naam 01. Biggest fan. Foto's bewerkt. Moest ik een nieuwe maken? Ja, nog eentje. En daarna ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken, super spannend. En had ik het vervolg van CSI, wat heel spannend eindigde. En was echt wel heel spannend. Moest wel weer even inkomen, omdat er al een paar dagen tussen zitten, maar het is gelukt. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dus dat was het eigenlijk. Ik ga zo muziek aan doen. Dan ga ik hier maar eens eventjes aan de schoonmaken. Want de gang en de douche en alles moet weer in de kattenbakken. Dus ik neem jullie gewoon gezellig mee met de dingetjes die ik weer ga doen. Zo, ik ben klaar. Ik had allereerst heel erg last van mijn staart. Het was niet een hele handige keuze om die in te doen, want hij hing steeds een beetje in de weg. Het was uiteindelijk toch wel wat warmer geworden als je dan bezig bent. Maar omdat ik stil zat eerst had ik het koud. Daarom had ik toch een driekwart mouwtje aangetrokken. Maar wel dat ik het toch wel wat warmer gekregen, maar alles is weer heerlijk schoon. De douche is weer helemaal gedaan. Alles is weer van de plankjes geweest. Nou, de gang is helemaal schoon, heb ik jullie bij meegenomen. De bakken zijn lekker schoon.
Dus dat is wel echt weer heel erg lekker. De katten hebben lekker weer verse bakjes met eten en drinken. Dus dat is ook weer helemaal lekker. Ik heb stof aan mijn voet. Ik ga weg. Dus ja, ik ben wel weer blij dat alles weer lekker gedaan is. Ze hebben nu ook net lekker eten gehad. Dus dat is ook weer helemaal goed. Nu ga ik even lekker relaxen. Want nu ben ik een beetje moe. Dus even lekker bij de ventilator. En dan eventjes lekker... ja, even lekker op de bank. Vanavond kijk ik gewoon naar Ik weet er alles van. En daarna begint het nieuwe seizoen van de BNB Vol Liefde. En daar heb ik zin in, want daar kan ik altijd wel heel erg naar uitkijken. Vind ik elke keer toch weer leuk. Ik las ook al dat er een deelnemster meedoet. Dat is een zus van Paul van het vorige seizoen. Die bij Debbie is beland. Dus nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ga denk ik sowieso nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Ik ga eerst even een nieuwe foto nog doen. En dan ga ik daarna... lekker mijn Netflix-serie kijken en mijn zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed. Maar straks eerst ook maar weer eens eventjes lekker douchen en eten. Want dat is altijd wel weer lekker naar zo'n dagje. Het schijnt ook wel wat warmer te worden deze week. Maar ook wel heel nat. Dus we gaan het allemaal wel zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 16 juli. Ik ben klaargemaakt. En ik heb weer een klein sneetje in mijn vingers. Ik heb hem nu even afgeplakt, maar de pleister begint weer wat los te laten. En ik heb ook het idee dat het eczeem weer wat meer terugkomt. Dan moet ik hem weer eventjes goed invetten met de vaseline. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van. En daarna natuurlijk het nieuwe seizoen van de BNB Vol Liefde. Het is altijd eventjes wennen met nieuwe kandidaten. Altijd even aftasten van hoe zijn mensen. Ik had er wel gelijk weer een ergernis bij een van de kandidaten. Of althans een van de vrouwen die langskwam. Terwijl andere mensen zeiden, oh wat een leuke vrouw. En ik dacht alleen maar, jij bent te vol van jezelf. Ik hou daar niet zo van. Maar op zich was het wel leuk. Maar wat ik zeg, ik moet altijd eventjes inkomen. Heeft altijd echt even nodig. Je moet die kandidaten weer een beetje leren kennen. En hoe zijn mensen. Dus nou ja, goed. Dat gaan we de komende tijd natuurlijk wel weer zien. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Dat ging allemaal goed. Ook die foto die ik opnieuw had gemaakt, die was mislukt. Ik moest een foto maken van een mascara borsteltje. En hij had heel erg moeite met het scherpstellen op dat borsteltje. Dus dat was een beetje lastig. Maar uiteindelijk heb ik het wel voor elkaar gekregen. Ik heb hier een stukje papier in mijn sok hangen. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Maar dat gaat er nu even uit. Dus ja, voor de rest eigenlijk allemaal wel prima. Toen heb ik lekker al wat foto's bewerkt voor mijn artikel voor vrijdag. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik vind het wel een hele mooie serie. Maar ik zie ook wel wat dingetjes die waarvan ik nu denk, oh, ik vind dat toch wel zielig. Maar ik kan er gewoon niet te veel over te vertellen zonder dat je al te veel van het verhaal verraadt. Dus ja, daarom kan ik er niet zo heel veel over zeggen. Het is weer zover. Een haartje in mijn lipgloss. En toen heb ik lekker CSI gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan. Nu begint het boek eindelijk een beetje op gang te komen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe het verder loopt. Er zijn ook nog twee andere delen. Dus dan zal ik zoiets. Nou, ik weet niet of ik dat wil lezen. Maar ik denk nu toch wel dat ik het leuk vind. Toen ben ik eigenlijk ook wel lekker gaan slapen. Ik was ook wel moe. Ik ga zometeen gewoon even stofzuigen. En dan ga ik nu net eentje spugen. De boel opruimen. En dan ga ik twee video's opnemen. De boekenvideo en de video voor zaterdag. En dan ga ik daarna eventjes mijn Diamond Painting doen. Ik denk dat die afkomt en dan probeer ik hem ook even in te lijsten. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Dus dat is voor nu de planning. Dus tijd om even wat te gaan doen.
pushje is af. Nou heb ik een lijst naar beneden gehaald. Ik denk wel dat hij te groot is, maar dan ga ik ze er even met z'n drieën in doen. En dan moet ik maar eventjes kijken. Maar wat ik al zeg, ik denk voor nu wel dat hij te groot is, maar dan kan er altijd later nog een ander lijstje in. Maar dan kunnen ze in ieder geval gewoon eventjes netjes bij elkaar. Zo, even in het lijstje gedaan. Het kan zijn dat ik er later toch nog een ander lijstje meenoem. Maar nu zijn ze in ieder geval veilig. En nu kunnen ja, ook de steentjes nergens heen. Ik vind het wel mooi glimmen. Maar eigenlijk is het lijstje iets te groot. Maar voor nu vind ik het wel eventjes prima. Dus ik denk, nou, voor nu kan het ook eigenlijk wel. In de lengte was het net lastig. Maar ik denk, dan doe ik hem gewoon zo. Dat vind ik ook wel leuk staan. Zo, ik heb alles weer eventjes lekker opgeruimd. Video's opnemen ging op zich wel goed. Dus ja, dat is allemaal ook weer gelukt. Nou, de diamond painting is afgekomen. Hè. Jullie hebben kunnen zien hoe die in de lijst staat. Wat ik al zei, ik weet niet of ik het zo hou. Maar ja, ik vind het op zich ook niet meer staan. Ik ga even kijken waar ik hem neer wil zetten of hangen. Dus dat is op zich ook wel weer fijn. Dan ga ik volgende week weer aan een andere beginnen. Dus ga ik weer kijken wat het dan wordt. Katten hebben het lekker gegeten, dus dat is ook allemaal weer lekker. En nou, eventjes alle make-up dingetjes opgeruimd en de nieuwe spullen weer in het bakkie. Dus ja, ging eigenlijk allemaal wel vlot zo. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer, ik weet er alles van. En natuurlijk weer de BNB vol liefde, dus daar heb ik op zich ook wel weer zin in. Verder ga ik nog even een spelletje doen en de vlog afmaken. Foto's bewerken voor morgen. En ik hoop nog wat aan de foto's voor vrijdag te doen. Maar even kijken hoe ver het loopt. Dan ga ik lekker Netflix kijken en Videoland met CSI. En ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En ik hoop dat ik nu even wat verder kom. Want ik had mooi twee rijtjes voor elkaar. Maar dat is me nu niet gelukt deze week. Dus nou ja, goed. Het moet ook geen strijd worden van ik moet per se op die dag het boek uitlezen. Want dan wordt lezen natuurlijk niet meer leuk. Ik ga bij deze in ieder geval wel de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button, daarna staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra de nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien.